Ja, jongens en meiden, welkom bij weer een nieuwe Behind the Wheel. Het is een tijdje heel stil geweest, maar goed, ik heb het jullie in eerdere video's al verteld. Evenementen. Niet daarom zijn we bij ATM Chip Tuning, maar we zijn bij ATM Chip Tuning omdat wij een auto op gaan halen. En dat is deze BMW M2. Wie dat is, van wie die is, hoe je hem kunt vinden op Instagram, daar komen we zo op terug voordat we gaan beginnen. Kom, we gaan even meekijken en dan ben ik zo bij jullie terug. Ja jongens, ik wilde zeggen take 2, maar in de tussentijd is het al take 34. Maar goed, vandaag een hele hoop hebben we te bespreken, want de M2 die kwam terug van ATM, is nou goed ingereden. Misschien wel over Evoturi, misschien wel hierover. Weet je wel jongens, kijk even mee naar deze M2 en dan gaan we beginnen. No one knows what I know. She'll chew you up and spit you out. She'll take your soul without a doubt. She'll break your heart, 'cause no one knows what I know. What I know. Ja jongens, het is weer tijd voor een nieuwe Behind the Wheel. Het is een hele tijd heel rustig geweest. Maar ja, evenementen mogen nou toch niet. Dus we zijn maar gewoon weer begonnen met de serie Behind the Wheel. Dus welkom in een nieuwe video. Welkom in Dutch M2 F87. Maar goed, zo heet je niet natuurlijk. Nee, ik ben Michael. En ik woon in het midden van het land een beetje. En daar komt deze mooie M2 vandaan. Ja, want hoe oud ben je nou? Ik ben 24. 24. En dan zal dit niet... Ja, dit is niet jouw eerste auto geweest. Ik bedoel, wij kennen elkaar al van een andere auto. Maar ja, hoe is het ooit begonnen? Ja, het is ooit begonnen met ons met een mini ECW. Helemaal naar smaak gekocht. Nieuw. Pijn gedaan. Maar heb je wel naar je zin. En ja, dan kom je een jaar later kom je toch je auto tegen die je eigenlijk al voor aan het kijken was, maar toen de tijd te duur was. En ja, dan kom je hem voor een leuke prijs tegen. Moet je de overweging toch nemen. En ja, heb je Tim ook weer blij gemaakt, want ja, dan mag hij nu eindelijk in zo'n mooie M2 meerijden. Die mini JCW, dat is het eerste evenement waarbij wij elkaar hebben gezien. Dat was toen volgens mij de middel- of wintertour, als ik het goed zeg. Mij eentje eerder dacht ik nog, hoor. Ja, was het, want middel of wintertour toen, ja, want daar ben ik geweest toen was met Sam Meijer ook en zo. Dat, ja. Ja, daar ken ik jou toen al wat langer. Voor mij hebben we dit eerder gedaan ook. Ik zit even te kijken, maar dat was 2 hours later. Nou goed, maar is daarmee ook jouw autohistorie eigenlijk begonnen? Nou, voor de Mini had ik een Suzuki Swift, ook leuk, maar daar is het mee begonnen. En ja, van de Suzuki Swift naar de Mini was natuurlijk al een hele vooruitgang. Nou, ik weet nog wel dat jij toen met die auto kwam en toen dacht ik, ja, dat is echt een heel gaaf ding. En toen kwam jij volgens mij Cars & Kip. Toen kwam jij in één keer met die M2 aan. Ja, klopt. Ik heb hem echt maar een korte tijd, ik heb hem nog geen jaar gehad. Helemaal naar smaak gemaakt en alles wat je wil erop, zeg maar. JCW uitlaat, automaatje, ja, alle dakraampje, dikke bestikkering, alles wat je wil. Maar ja, als je dan toch, ja, je wil vooruit, ja, dan kom je deze M2 tegen voor echt een leuke prijs. Moet je het maar doen. Want je hebt die mini heb je ingeruild op deze. Ja. En deed dat pijn toen je hoorde wat je terugkreeg? Of?
Ja, natuurlijk heeft het pijn. Ja. Iedereen kan dat rekensommetje maken. Maar ja, als je kijkt waar je nu mee rijdt. Het heeft een jaartje geduurd voor waar hij nu staat. Want ja, ik heb hem standaard gekocht. En ja, als, ja de mensen die kennen misschien het Instagram, die weten wel wat er allemaal tegenwoordig op zit. En ja, dat is toch wel een bommetje ook geworden. Kijk, en heb je nou net niet gekeken naar die tag? Dan komt hij hier nog een keer. En dan kunnen ze natuurlijk zien wat er allemaal aan gebeurd is. Maar neem ze even mee. Hoe is, wat was de eerste modificatie die je eraan deed? Nou, de eerste is toch wel de velgen geweest. Die, ik had de velgen van mijn Mini, die had ik nog. De OZ-velgen. En die heb ik ingeroden. Voor deze velgen eigenlijk. Ik heb eerst gekeken voor ook dezelfde is eigenlijk OZ. Alleen met de ET-waardes en nu komt het allemaal net niet mooi uit. Nou, deze die staan gewoon perfect op de wielkassen. Als je me een keer tegenkomt, je zal het precies zien. Je snapt precies wat ik bedoel. En ja, daar is het mee begonnen. En toen hebben we een hoop gespaard. En ja, met de Mini had je een JCW-uitlaat. Nou ja, de meeste mensen kennen het misschien wel. Er komen echt mooie pops uit, mooi geluid. Heerlijk. Nou, en dat, ondanks de 6-cilinder, miste ik dat toch bij deze. Andere uitlaatsysteem gaan kijken. Ja, ik wou wat speciaals hebben, niet wat iedereen zo hebt. Dus ja, toen een Akubovic op de kop kunnen tikken. De volledige... lijn. Dus hij loopt vanaf de downpipe tot aan achter, is het Akubovic. Titanium, heerlijk geluid. En ja, dan rij je ermee en ja, naam Akubovic, groot. Toch het geluid is toch nog niet genoeg. Dus ja, dan ga je kijken. Downpipe. Diffuser, ja, je moet het allemaal wel hebben. Dus ja, toen... is het? Ik heb die jou volgens mij van uit het niets van. Ik heb een wat beter geluid. En... Je appte mij inderdaad en toen zei je van je wilde eigenlijk een uitlaat hebben. Toen ben ik voor jou gaan kijken, maar toen kwam het allemaal niet snel genoeg op gang. En toen appte jij mij en toen zeg jij ik heb vanavond een nieuwe uitlaat. Voor mij een week later hadden we een evenement. Ja. En ik moet zeggen, ja, jullie zien nou natuurlijk niet wat er voor de camera gebeurt. Maar als wij nou een klein bochtje maken, dan komt er dadelijk een hele mooie dijk weg aan. Dus we houden even stil. En dan luister even mee. Raampje maken, raampje niet. Dit snap je dus dat er een andere uitlaat moet. Ja, dat is echt een must-have. Het is een hoop geld, maar ja, ik ben er blij mee en het geeft me weer hetgene wat ik altijd wilde, wat ik met de Mini ook had, zeg maar. Dan heb je het eigenlijk wel gehad met de modificaties van nu, hè? We hebben ook nog een avontuur die erin zit. Die ziet niemand. Klopt. Maar die zitten wel. Ja, want wat, kijk, weet je, dat is ook wel iets interessants. De mensen die mij volgen, die weten dat ik avonturi in de leiding heb zitten als partner. Maar wat doet zo'n avonturi nou daadwerkelijk voor je auto? Nou, je hebt natuurlijk, het is een openluchtfilter. Dus ja, wat het eigenlijk ervoor zorgt waarvoor ze hem ontwikkeld hebben, is dat je natuurlijk meer lucht naar binnen krijgt. Dus je kan meer uit je motor halen. Je hebt wat betere kwaliteit ook qua lucht, omdat je, het wordt het wordt wel gefilterd, maar komt er beter in, meer. En ja, je hebt een wat leuker geluid eruit. Je hoort, ik als kind vroeger droomde natuurlijk van de Subaru, wie niet, met een mooie afblaasgeluid. Nou ja, en als je in de auto zit, dan hoor je dat nu ook gewoon. Ik hoor vooral het geblubber van de uitlaat. Ik weet niet of het de camera is. Ja, ik denk, laat ik het zo zeggen, ik hoor het wel en ik ben half doof, dus waarschijnlijk pakt de camera ook wel iets op. En is die auto nou helemaal naar wens voor jou? Nu wel. Nu wel. Natuurlijk, het is een pot die je kan blijven vullen, zeg maar, met dingen die je eraan kan veranderen. Maar zoals het er nu bij staat, hij is ook helemaal gecoat. Dus hij staat helemaal in de keramische coating. Dat is gewoon... Mensen denken, waarvoor doe je het? Maar het is gewoon ook een stukje gemak. Met wassen, je hebt gewoon
Normaal was ik er uren mee bezig om hem in topstaat te krijgen voor een evenement van Tim natuurlijk. Maar nu, ja, je bent misschien een uurtje bezig en dan staat hij er gewoon echt in topkwaliteit bij. Ja. Nou, en dat is het hem. Kijk, zo'n coating ook. Het is ook een stukje lakbescherming natuurlijk. Ook zeker. En we moeten trouwens één ding niet vergeten, hè. Want er is naast de wielen, naast de downpipe, naast de uitlaat, naast de Aventuri, is er nog iets aan gebeurd. En dat is mede mogelijk gemaakt door het Shift Drift Drive en de ATM. Zeker. Ja. Dat was een hele mooie winactie. En ja, het geluk had ik weer om hem te winnen. En ja, dan krijg je een tuning op maat. Wie wil dat nou niet? Ja, en toen op een gegeven moment... daarom waren wij dus bij de eerste take bij ATM in Baren, als ik dat goed zeg. Ja, in Baren. Want hij was net klaar. Ja. En hoeveel draait hij nou ongeveer? Volgens de grafieken draait hij 402 pk en 605 Nm. Dus ja, hou het gewoon op de 400 en 600 Nm. En ik heb hem toch aardig uitgeprobeerd en ik moet zeggen, een getunede M3, een witte, die houden we nog echt wel aardig bij en er ligt 545 pk in. En ja, is het zo dat jij hem bijhoudt? Ik hou hem niet. Ik ben niet sneller, maar ik hou hem wel aardig bij en ja, rond de 200 dan gaat hij echt uitlopen, maar tot die tijd dan hou ik hem echt wel aardig bij. Ja. Nou, en wat het ook is, kijk, er is altijd iemand die meer heeft. Er is altijd iemand die is het grootste jongetje of het beste jongetje van de klas. Ja, weet je, wanneer is het genoeg? Exact. Ja. En over genoeg gesproken. Kijk, vroeger zei je inderdaad van, nou, dit was mijn droomauto, maar jouw droomauto staat nou klaar zoals je hem wil. Ja, voorlopig wel in ieder geval. Alleen als je dan toch verder mag kijken. Dan als je nou moet zeggen, laat ik het zo zeggen, het mag realistisch zijn, je mag ook zeggen van ik droom heel groot. Welke auto moet er nou komen? Als deze... Kijk, als we realistisch gaan praten, dan... Met een leuke portemonnee natuurlijk, dan hebben we het wel over een M3 CS natuurlijk. In het blauw, San Marino Blue. Ik heb hem nog niet, de CS heb ik in ieder geval nog niet gereden, laten we het zo zeggen. Dan hebben we wel één ding, mochten jullie Automotum niet gevolgd hebben, we zijn ook bezig met het M-kartel. Exact. Mocht je dat niet gevolgd hebben, komt de link hier beneden te staan. Misschien is het ook wel iets om dadelijk te kijken of dat ik ergens een M3 CS losgepingeld krijg. Als we dat eens voor elkaar krijgen, dan kennen we eens. Maar ja, dan ken ik mezelf. Dan gaat het toch wel heel hard kietelen dat hij er toch wel moet gaan komen. En als hij er komt, dan moet er weer een Aventuri op. Dan moet er weer een andere uitlaat op. Ja, dat is het pijnlijke eraan. Dat moet natuurlijk hetzelfde weer komen als dat deze er staat. Dus ja, dat komt er ook nog eens bij kijken. Je had het net ook over pijnlijk. Kijk, bij een behind the wheel hoort ook dat ik eigenlijk een stukje ga rijden. Ja. Is dat een pijnlijk onderwerp? Of zeg je van, nou, we draaien niet meer dadelijk om en dan is het jouw beurt? Nou, we kennen die draai wel eens gaan maken. Goed. Nou jongens, wij gaan op zoek naar een plek om te wisselen. Zijn we zo terug. Zijn we terug en ik moet zeggen, ik heb deze auto al een keer eerder gereden. Alleen degene die mij een beetje kennen, maar ik ga toch aan om nou in Sport Plus stand te rijden. En iedereen die denkt van ja, dat valt allemaal wel mee en dat is allemaal wel. Nee, ik doe het liever wat rustiger aan en daarom gaan we nou rustig weer terugrijden naar de dijk. Maar tot die tijd ga ik gewoon nog eventjes een beetje de nieuwe kledinglijn promoten. Want, ik zei het in het begin al, hier gaan we het over hebben. En eigenlijk is dit wel heel pakkend, want ik dacht eigenlijk, we gaan dit jaar nog een aantal evenementen doen. Maar ja, Rutte en zijn kabinet die zeiden van, nee jongens, dat gaan we niet doen. Dus, dan wordt het eigenlijk tijd voor Carflix en Chill. Want ja, we mogen er toch niet uit. Dus wat gaan we doen? We gaan maar lekker op de bank zitten. We gaan maar YouTube streamen. We gaan maar Netflix streamen. Dus ja, die kledinglijn komt eraan. En ik heb op dit moment, als je deze video ziet,
een like en winactie lopen. Nou, wat je daarvoor moet doen is naar de Automotum Instagram gaan. Daar staat hoe je wat je daarvoor moet doen. En ja, wellicht zit jij dan wel binnenkort thuis op de bank met jouw Carflix en chill shirt. De officiële lijn komt eraan, de website wordt geüpdate, er komt de webshop aan. Dus er zit genoeg in de leiding, genoeg tijd om Carflix te streamen met dit shirt. Maar goed, daarom zit ik niet in de bestuurdersstoel, hè? Nee. Dat zou in ieder geval jammer zijn. Ja, maar we rijden nog even de bebouwde kom in. Dus dan kunnen we het meteen eventjes hebben over de plannen voor... Ja, zullen we het maar over de plannen voor 2021 hebben? 21 of 22? Nee, ja. Nou, als er in 2021 nog niks mag, dan weet ik niet wat er met mij gaat gebeuren. Dan denk ik, zonder iemand te willen benadelen, dat ik in een lichte depressie kom. Want eigenlijk vind ik het organiseren van evenementen een van de mooiste dingen die er zijn. Dan gaan we het toch gewoon over 2021 hebben, of dat het nou mag of niet. Ja, we gaan er gewoon voor. Weet je, we zijn bezig met het M-kartel, een BMW M-platform. Waarbij we eigenlijk de gepassioneerde M-rijders bij elkaar willen brengen. Hebben we al één keer gedaan, willen we vaker gaan doen. Maar goed, ja, weet je, daar zitten hele mooie dingen in de leiding. We hebben de eerste evenement hebben we bij Intrax gehad en bij Supreme Car Store. Ja, en ik heb plannen liggen voor het circuit van Zolder, voor de M-cave. Ja. Leuke dingen. Alleen maar leuke dingen. En met Automotum ook. Pizzas en petrol wilden we eigenlijk gaan doen. Mag niet. De Breakfast Club gaan we uitbreiden. En ook YouTube. Ja, weet je, daarom zijn we nou deze video ook aan het opnemen. Maar ook YouTube willen we gaan uitbreiden. Dus dit is meteen een vraag voor jou. Zeg jij, Tim, ik wil een rondje met jou doen. Kom mijn auto vastleggen. Kom hem zelf ervaren. Stuur even een mailtje naar info@automotim.nl. Of stuur een DM op Instagram. Natuurlijk op @automotim. En we rijden nou de dijk op. Dus jongens, ik hou me vast. Hou jullie je vast. En dan gaan we het meemaken. Gezicht ziet en ik weet niet hoe jij het vindt, maar ik vind het nog wel een beetje spannend eigenlijk. Hoe is het voor jou om ernaast te zitten? Ik voel nog vertrouwd, dus dan is het altijd goed. Hè? Ja. Je hebt sommige mensen, daar word je bang van als je ernaast zit. Ja. 2 hours later. We hebben natuurlijk bij de eerste take hebben we een rondje gedaan. Maar ik moet zeggen, ik begin nu al vertrouwder te raken in die auto dan dat ik de eerste keer was. Want om jullie even mee te nemen, hoe ging dat de eerste keer bij mij? Comfortstand, ja. Rustig. Dan moet je Tim toch een beetje pushen om het gas in te trappen, hoor. Ja, ja, en weet je wat het ook is? Ik bedoel, we zitten natuurlijk in een auto van, laten we zeggen, 60 ruggen. En het laatste wat ik wil, is dat ding natuurlijk kort rijden in een video. Ik bedoel, dan kunnen ze zeggen alles voor de views, maar... Ja, maar het is toch pijnlijk. Ja. Maar, weet je, dan gaan we het toch even inhoudelijk over de M2 hebben. Ik bedoel, het is een... eigenlijk is dit ook een beetje een droomauto voor mij. Ik heb gezegd, als dit jaar alles goed was gegaan, dan had ik eigenlijk een M2 willen hebben. Waarom? Modern, 6 in lijn, met een nieuwe uitlaat, klinkt die goed. Het lijnenspel is gewoon super. Maar ik had er eigenlijk tot de eerste keer dat wij gingen rijden, had ik het nog niet gereden. En ik moet zeggen, het is een goede auto. Alleen, ik vind hem, er mist iets voor mij. Maar wat mis je dan? Ja, dat is, kijk, dat is heel lastig te omschrijven. Maar ik heb natuurlijk ook in die M391 gereden.
zo'n V8 en een iets oudere techniek, die voelt iets speelser aan ofzo. Hier zit een heel stuk betere techniek in. Ja. Ik bedoel, als je de veiligheidssystemen op gaat tellen, dan denk ik dat je meer kwartetten hebt dan bij de M3 E90. Kijk, en daar is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Het is natuurlijk nieuwer. Het is natuurlijk het licht beter. Ja, beter. Ligt het beter op de weg dan een M3 E90? Ik vind het lastig om daar een keuze in te maken. Lastig, ja. Ja. Ja, je hebt natuurlijk, ja, de andere is misschien wat zwaarder, misschien wat meer vermogen, maar ja, het is lastig. Ja, en dat is het hem ook. Kijk, ik zit ook met dat dilemma. Kijk, een M3 E90 is bereikbaarder. Ik bedoel, dat is een feit. Ik bedoel, wil je een M3 E90, kun je goed zoeken, dan heb je ervoor tussen de 25 en de 30 heb je een hele nette. En een M2 kost je gewoon 50.000 euro, minimaal. En dat is de vraag die ik mezelf stel. En die ga ik mezelf nou ook openlijk stellen hier in Behind the Wheel. Zou ik een M3 E90 kopen? Of zou ik voor het dubbele geld een M2 kopen? Is dat voor mij de meerwaarde? Kijk, weet je, je hebt gezegd inderdaad van, nou, ik vind zo'n M2, dat was mijn droomauto. Ja. Punt. Nee, je komt van die Mini, je gaat naar die M2. Maar ik weet het niet. Kijk, nou rijden we 80, 90 in z'n 7. Dan zijn alle auto's auto's. Of je nou een M3, een M5, een M2 of een M6 koopt. Maakt allemaal niet uit. Van mijn part een Fiat Stilo of een Fiat 500 Abarth. Oh nee, dan moet ik zeggen een Abarth. Maar, ja, kijk, weet je, het gaat gewoon als de brandweer. Maar, ja. Kijk, en dit vind ik wel het gave. Dat heb ik niet met een M3 meegemaakt. Als je doorschakelt, dan geeft die achterkant een zetje. En dat doet een M3 doet dat niet. En we gaan even terug de dijk op. Ik durf hier geen gas te geven, want hij staat nog steeds. Ja, dit is. En nou. Vind je het nog steeds veilig? Ik vind het nog steeds veilig. Kijk, als je het net in de bocht had gedaan, dan had ik me wat, ja, oncomfortabeler gevoeld. Maar dit, ja. Wat kan er gebeuren? Nou ja, weet je waar ik dus benieuwd naar ben? Want alles staat nou uit. Maar als hij nou uitbreekt, dan pakt hij hem ook niet meer op. Jawel, het staat in Sport Plus, dus nog niet alle veiligheidssystemen staan uit. Kijk, BMW met mooie systemen, dan ze laat hij spelen. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind dat altijd gevaarlijk, joh. Ik zeg al, ik ben geen topchauffeur. Ik heb geen racelicentie. Dus dat spelen, dat zal bij mij al heel snel overgaan in brokken maken. Ja, die kans zit er natuurlijk altijd in. Dat heb je altijd. Maar dat heb je ook met een normale auto. Met alle veiligheidssystemen aan. Maar ja, ze laten je wat meer spelen. Het is een dijk van een auto. Hij is... Optisch zit hij goed in elkaar, technisch zit hij goed in elkaar, de motor is dik. Maar er is nog wel één ding wat jij zei. Hoe kun je hem nou meer laten klapperen? Meer die terugslag van die uitlaat laten horen. Hoe ging dat nou? Moet je hem in tractie zetten. Ja jongens, oké, we zijn weer terug. En dat is met een reden. Want we waren één ding vergeten. Wij dachten al van waarom klinkt die auto nou zo braaf, maar de klep van de uitlaat stond dicht. Dus we gaan nog één keer, ja Tim, nou zullen we het helemaal krijgen. We gaan nog één keer de dijk op en luister mee. Dit wilden we hebben. Nou, hebben we een frikandel voor ons. Die gaat inhalen die het niet door had. Maar ik weet niet of jij het door hebt, maar volgens mij zijn mijn kaken nou iets opgetrokken. En deze beelden willen jullie van buiten zien. Dus jongens, yes. We gaan hem nu echt afsluiten.
Dankjewel voor het kijken. Volg Team Automotive. Wil je meer weten over het Carflix & Chill shirt? Laat het mij weten hieronder of via een DM op Instagram. En ik zie jullie heel snel weer terug. Hoi.